wil graag een roze cookie. Ja? Een echte roze zoete zusjes taartwinkel. Kijk, dit is mijn eigen taartwinkel. En echte taart. Zoveel? Ja, allemaal. Bij Tante Taart. En jullie zullen wel denken, wat heb je daar gedaan? Nou, Tante Taart heeft een eigen roze taartenwinkeltje. En Saar en Janna hebben heel hard geholpen in de winkel van Tante Taart. En dat vonden ze helemaal geweldig. En misschien kennen jullie Tante Taart wel. Want zij staat natuurlijk ook in het nieuwe Zoete Zusjes leesboek. Het roze boek. Wat vanaf vandaag overal in de winkel ligt en online. En Tante Taart, die heeft een prachtige roze taartwinkel. En nou heb ik een leuk idee. Want wat nou als we gewoon hier een echte roze zoete zusjes taartwinkel maken? Niks zeggen tegen Saar en Janna, want dit wordt natuurlijk een verrassing. Zij gaan lekker de logeerspulletjes opruimen. En ik ga ondertussen dat regelen. Geef even snel een duimpje omhoog. We gaan beginnen. Wat ik gevonden heb, een kassa. Want in een winkeltje heb je natuurlijk een kassa nodig. Want ja, de mensen moeten natuurlijk wel betalen voor de taartjes. En kijk, hier kan je eventjes mee scannen zo, de taartjes. En kijk eens even met een pinpas, met briefjesgeld en muntjesgeld waar de mensen mee kunnen betalen. Deze kan denk ik hier zo doorheen zo. En een microfoontje. Er zijn weer nieuwe taartjes te koop. Dan weet iedereen dat er nieuwe taartjes zijn. Maar het ziet er nog niet echt uit als een gezellig roze taartwinkeltje. Kijk, dit ziet er heel gezellig uit. Maar dit niet. Dus we gaan eerst even de winkel versieren. Ik heb vooral heel veel roze nodig. Het moet een roze taartwinkeltje worden. Kassa hebben we, maar we hebben nog heel veel meer nodig. Oeh, kijk eens even. Ik heb allemaal roze dingen gevonden. Vlaggetjes, ik heb ballonnen. En zelfs roze inpakpapier. Oeh, mooi kleurtje ook. Kijk eens even. Ja, wij zijn gek op roze. Even kijken of ik dat hier achter een beetje kan plakken zo. Kijken. Hier een beetje achter. We hebben natuurlijk even plakband nodig. De beer even een beetje aan de kant. Even één plakketje hier zo. En dan kunnen we natuurlijk ook nog wel even een leuke roze slinger op gaan hangen. Even kijken, een haakje zie ik hier. Dan ga ik hem even doorheen doen. En deze kan dan wel eventjes eerst naar deze kant zo. En kijk eens, ik heb nog een vlaggenlijntje. Deze wat kleiner. Een schat vlaggetje. En een beetje donkerder. Kijk, donkerroze. Die is ook wel heel erg leuk. Misschien moeten we die een beetje aan die kant hangen. En ik heb nog heel veel leuke ballonnen. Nou, daar wordt het nog feestelijker van. Dus ik ga ook even een paar ballonnen opblazen. Dan kan ik die er ook nog tussen hangen. Oeh, wordt leuk hoor, dit winkeltje. Dat is één. Even nog een paar opblazen. Het lijkt wel een enorme kauwgombal, maar het is natuurlijk gewoon een ballon. Deze kunnen we ook hier achter leggen. Zo. Nou, is dit een feestelijke taartwinkel of niet? Nog even de toonbank afmaken. En de toonbank maken we natuurlijk ook mooi roze. Met een roze tafelkleed. Dit is een prachtige winkel, maar wat voor winkel? Mensen kunnen natuurlijk niet zien dat dit een taartenwinkel is. Dus ik moet nog even de letters taart ophangen. Zo, ik heb hier de T. En de A. En de R. En als laatste nog een T. Een T. En dan wordt natuurlijk taart. Dus als ik dat nou even ophang, dan weet iedereen dat je hier lekkere taartjes kan kopen. Taart! Misschien kunnen we ook allemaal leuke taartjes ophangen. Dan kan iedereen zien wat er hier te koop is. Een roze cupcake bijvoorbeeld. Een lekkere punt met aardbeientaart. Nog een cupcake. Kijk eens even, een grote, prachtige roze taart. Die is precies goed voor die witte muur daar. Dus deze hangen we hier. Lekkere roze koekjes, die doen we ook in de winkel. En een lekkere roze macaron. Die kan mooi hier nog even bij. Kijk eens even, wat een heerlijk roze taartwinkeltje. Nou, ik denk dat Saar en Janna dit helemaal geweldig vinden, maar er mist nog echt één ding. En dat is natuurlijk taart.
taart. Want zonder taart heb je geen taartenwinkel, want dan kan je niks kopen. Ik ga even naar de supermarkt. Ik ben zo terug. A few moments later. Nou, het is gelukt hoor. Ik heb taartjes, snoepjes, paaseitjes, alles roze. Allemaal lekker. Nu ga ik alles even netjes neerzetten op de toonbank, zodat je goed ziet wat je allemaal kan kopen en hoe duur het is en zo. Kijk eens even wat ik in de winkel ga zetten. Een prachtige roze red velvet taart. Oeh, die moet natuurlijk op het taartplateau. Even kijken of ik hem zo kan pakken. Ik heb gewoon zin om zo lekker een hapje ervan te nemen. Maar het is natuurlijk voor de winkel, dus dit mag echt niet. Ik moet eraf blijven. Misschien kan ik straks zelf ook wel een stukje kopen, want ik vind deze wel heel lekker eruit zien. Maar hoeveel gaan we daar eigenlijk voor vragen? Wat betaal je nou voor zo'n stukje taart? Ja, ik denk gewoon een euro of zo, of 2 euro. Het is wel een heel lekker taartje dit hoor. Ik denk dat ik gewoon 2 euro doe voor een stukje. Ik ga even een prijskaartje maken. Dus als je zelf thuis een winkeltje gaat maken, als je nou even een klein kartonnetje zo dubbelvouwt. Zo. En je zet daar de prijs op. Nou, we hadden bedacht 2 euro. Dan kunnen we die zo hiervoor zetten. En dan weet je, dit taartje, een stukje van dit taartje, kost 2 euro. En we hebben niet alleen taart, we hebben ook lekkere roze koeken. Nou, die ga ik ook even op een bordje leggen, dat ik ze even een beetje mooi uitstal. Want in een winkel moet het natuurlijk wel aantrekkelijk uitzien. Dus dat je denkt, oeh, lekker, ik kan bijna niet wachten, die wil ik hebben. Dus ik ga de roze koeken even opstapelen op dit bordje. Zo, lekkere roze koeken. Hoe duur zullen we die maken? Stukje taart 2 euro, roze koek 1 euro, 1,50, 1 euro. Doe gewoon 1 euro voor een koek. Dat is een mooi bedrag, toch? En ik heb allemaal lekkere donuts die je ook nog kan kopen. Nou, Sarah en Janna zijn hier gek op, dus ik denk dat die deze wel gaan halen. Die leg ik ook even gezellig op een bordje. Zo. En ik denk als die 2 euro zijn en die 1 euro, is dit 1,50, denk ik. Zullen we dat van even maken? 1,50 euro. Vind ik een mooi prijsje. Die zetten we bij de donuts. En kunnen jullie raden wat voor roze hierin zit? Denk het wel, want dit zijn namelijk heerlijke tompoezen. En het is altijd moeilijk om op te eten, tompoezen. Hoe eet jij ze op? Ja, doe je dat in één keer zo? Ha? Of eet je eerst de bovenkant, net als Saar? Of schraap je eerst lekker de room eraf, net als Janna? Ja, iedereen eet ze weer op een andere manier. Ik zet ze even op het bordje neer, want deze zijn natuurlijk om te verkopen. Jammer genoeg kan ik ze niet meteen zelf opeten. Tompoezen erbij. Oeh, en de winkel wordt al steeds voller. Alle taarten, donuts, koekjes, tompoezen, alles staat in de winkel. Maar ik had ook nog wat lekkere roze snoepjes meegenomen om het een beetje te versieren. Dus die zet ik nog even in schaaltjes ertussen. Altijd lekker. En ziet vooral ook heel erg leuk uit. Hier even lekker een schaaltje. Roze paaseitjes. Leuke roze hartjesnoepjes. Roze zure matten, ken je die? Zo. En deze. En kijk eens. Tada! De roze taartwinkel van Tante Taart is helemaal klaar. Maar dit winkeltje is natuurlijk voor Sarah en Janna. Ik denk dat ik ze maar ga halen. Kunnen ze lekker winkeltje spelen. Taartenwinkeltje. Oh, wauw. Ik heb een eigen taartenwinkel. Oh, en zie je al die lekkere dingetjes? En het is allemaal roze. Roze koeken en roze paaseitjes. En zelfs roze donuts. Yummy. Het lijkt wel de taartwinkel van Tante Taart. Ik heb mijn kassa en natuurlijk het lekkere eten. Bordjes en spreadjes. Ik kan beginnen. Hey, de bel gaat. Volgens mij is er een klant. Hallo. Kom even in jouw taartenwinkeltje. Oh, heel leuk. Wil je misschien wat kopen? Ik wil zeker wat kopen. Ik heb mijn pinpas meegenomen en 10 euro. Heel goed. Dus ik kan gewoon kiezen wat ik wil. Maar wat wil ik? We hebben roze koeken, tompoezen, allemaal snoep, donuts, koekjes en zelfs een hele grote roze taart. Ja, maar dan wil ik natuurlijk de roze taart, mevrouw. Oké, dat kan. En een stuk taart. Oh, die ziet er lekker uit. Maar mag ik nog iets erbij? Ja hoor. Even kijken, deze was volgens mij al 2 euro. Ik denk dat ik dan voor zo'n roze koek ga nog. Kan die erbij? Goeie keus. Zo. En mag ik ook nog een lekker snoepje erbij? Ja hoor. Welke wilt u? Ja, een hartje natuurlijk. Een hartje. En een paaseitje. En een paaseitje. Kijk eens even wat lekker. Oh, en ik krijg er nog een vorkje en een servetje bij. Goede service ook in deze taartenwinkel hoor. Mm-hmm. Hey, wat krijgt u van mij mevrouw? Bij elkaar
is het 3 euro en de snoepjes krijgt u gratis. Yes! Wilt u graag contant of met pink? Doe maar contant. Nou, leg ik deze even weg. Kijk eens, 10 euro, alstublieft. Dank u wel. En dan krijgt u dit terug. Dank u wel. Nou, ik ga heerlijk snoepen van mijn taartje. En ik kom zeker nog een keer terug in deze geweldige taartwinkel. Doei! En dat gewoon in ons eigen huis. Hé, hey, nog een plan. Hoi papa. Ben je in een taartwinkel begonnen? Kijk, dit is mijn eigen taartwinkel. Oh, wat een lekkere dingen. Ja. En allemaal roze. Ja, dat klopt, want het is de taartwinkel van Tante Taart. Oh, Tante Taart. Mag ik wat kiezen? Ja, dat mag. Ik ga voor een donut. Een donut? Yeah. Oké, welke wilt u? De donut met spikkels of de donut met spekjes? Met spekjes. Met spekjes. Oh, lekker. Zo. Ja, en als we dan toch bezig zijn, doe er ook maar een koek bij. Oké, een koek. Een mooie roze. Dankjewel, Janna. Dat is dan 1,50 euro plus 50 cent is... 2 euro. 2 euro. Moet ik natuurlijk wel betalen. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. En dan krijgt hij ook nog een vorkje en een servetje mee. Wat een servet. Graag gedaan. Dankjewel, Janna. Doei. Doei. Ik ga doorgeven dat hij hier een taartwinkel zit. Hey, een klant. En het is Saar. Wat wil je hebben, Saar? Oh, alles is zo lekker. Wat zal ik kiezen? Ik wil denk ik een tompoes. Een tompoes? Oké. Even pakken. Oh, lekker. Een tompoes. En wil je nog wat? Snoepjes. Welke snoepjes? In ieder geval deze. Ja, want jij houdt van zuur, toch? Ja, heel erg. Zoveel? Ja, allemaal. Woehoe, yay. Oh, lekker. Wil je nog andere snoepjes? Welke wil je? Ik wil alles. Alles? Eén van die. En een hartje. En nog twee van deze. Ah, yummy. Lekker. Hoeveel moet ik betalen? Nou, voor jou is het gratis, Saar. Yay. Woehoe. Oké, nu ben jij. Oh, ik heb nu de kassa. Wat wilt u hebben? Ik wil graag een roze koek. Ja. En een hartje snoepje. Oh, lekker, lekker. Is dat alles? Ja, zeker. Oh, nou, dan doe ik er ook nog een klein paaseitje bij. Alsjeblieft, Janna. Vond je dit filmpje leuk? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal onder deze video. Doei! Hallo, wij zijn de Zoete Zusjes en dit is ons nieuwe leesboek. De Zoete Zusjes logeren bij Tante.